Waaraan heeft u zich de laatste tijd het meest geërgerd? Omdat alles iedereen maar doet wat ze willen en nergens geen rekening mee houden. In de supermarkt en niet, op de markt niet, nergens. De mensen lopen drukken, iedereen heeft druk. Nou, dat de koning op vakantie ging. Ik denk, iedereen moet thuis blijven, wij kunnen geen kanten op en hij gaat wel, ja. De koning is wel de koning, hè? Hij is wel de koning. Maar ja, hij mag natuurlijk ook gaan. Maar ja, ik denk dat de kritiek op hem wel terecht is. Ja. Ja, vooral voor mensen die echt niet weg kunnen en mensen die echt al langdurig thuis zitten. Maar zoals ik ook, ik zit al heel langdurig thuis. Heel langdurig kun je geen kant op, heel langdurig hou je je aan alle regels. Kijk, en ja, ik vind, hij is een voorbeeldfunctie, hij had ook een voorbeeld moeten geven. Aan de prijs van Amalia, dat ze zoveel verdient, dat vind ik een beetje buitensporig. Ik gun het haar best hoor, maar als je ziet hoeveel mensen nou en minder krijgen, dan denk ik dat bedrag is een beetje van de gekke. Ik minder wel. Kan ook. Dat bedoel ik wel. Okay. Daar erg ik me wel aan. Ik heb mij geërgerd aan het hufterige gedrag. En dat zie je overal terug. Dat zie je op de weg. Dat zie je in de sociale media. Dat zie je op televisie. En ik denk dat je daar moet proberen om toch meer respect voor elkaar op te brengen. Met de agressiviteit die er op dit moment is. Echt mensen die zich die een heel kort lontje hebben, die dan gelijk kwaad worden en dat soort dingen. Daar kan ik me wel aan ergeren. Iedereen moet rekening houden dat we in een hele moeilijke tijd zitten. Ja, meer dat we gewoon de straat niet, dat we niet echt leuke dingen kunnen doen. En dat je gewoon echt veel thuis zit. Maar ja, dat is maar voor het goede doel. Dat vind ik zelf vervelend. Want ik doe het liefst elke avond wat leuks en dat kan u natuurlijk niet. Feestjes houden, gewoon eigenlijk zich niet aantrekken van de maatregelen. Daar erg ik me eigenlijk aan. Nu vandaag bijvoorbeeld een ander voorbeeld. Dat je de winkel ingaat, dat je dus geadviseerd wordt dringend om een mondkapje op te doen. Terwijl je dan het personeel zonder mondkapje ziet lopen. Ja. En het personeel wist mij op het feit dat ik geen winkelmandje had genomen. Terwijl die zelf geen mondkapje op.